Yo, beste mensen van het schoolleven, Dardo hier. Welkom op mijn YouTube-kanaal. Vandaag zijn we samen met deze prachtige wagens. Dat is een autootje op afstandsbediening die in het bos gaan crossen. Zoals je ziet, ze zijn al vuil, want ze hebben al gepresteerd. Maar we gaan dus nu aan beginnen. We zijn uitgewerkt door die prachtige mensen. Dat is Miepeltje eigenlijk van de stream. En jij noemt Sauna. Ja, voilà, hopla. En we komen vandaag even rijden met de autootjes. We hebben geluk met het weer, want het is niet aan het gieten. Het is een beetje aan het miezeren zo. Hebben we niet? Oké, dus we hebben hier een autootje vast. Maar ik vraag me af. 1. Wat kost zo'n autootje? En 2. Hoe lang rijdt dat? Want als ik vroeger een auto op afstandsbediening had, dan reed die 20 minuten of een plat. Ja, dat zijn ook de oude generatie. Ah, en deze? De kostprijs van zo'n auto kun je toch... Voor de goedkoopste reeks denk ik rond de 400 euro dat je zit voor een auto. Zonder accessoires, dus dat is zonder dit reeks, zonder lampje. Okay. Gewoon standaard. Ah, oké, okay, dus enkel het blauwe is van gekoopt en de rest heb je zelf opgezet. Ja. Oh, en wielen, moet je die ook vervangen? Ja, die moet om zoveel tijd met die ook vervangen. Dus dat kost ook weer een 20, 22 euro voor twee wieltjes. Dus. Ja, mama, dat is chic man. En hoe rap gaan die? Dat weet ik niet juist exact hoe rap dat ze gaan. Maar ja, het is ook de bedoeling van traag te rijden en eigenlijk om te zeggen van over hindernissen te kruipen eigenlijk, zoals dat ze het echt met de jeep doen om te zeggen. Zo, zoals ze door de rotsen kruipen en zo. Dat is wel leuk man. En elke week doen we dat? Elke zondag. Elke zondag rijden met de auto, dat is leuk hè? Komt je buiten, in de natuur, belangrijk, kijk eens, hoppa. Nee, ik ben benieuwd. Dan gaan we eens rijden. Overal? Ja. Lorenzo? Okay. Ja. Overal bomen? Ja. Overal bomen. Dit is P2. Ja? Laat het zien. Laat het zien ze. Laat het zien wat je kunt. Oh, het is echt mooi. Daar is het auto. Ja, voilà. Oh. Het staat op beeld, hè. Die crash. Gaan ze met die auto's eigenlijk zo rijden of dan ga ik dan, dus op dat parcours auto... zo is dat die naar boven rijden en zo. Ja, dus die auto's gaan hierop. Je ziet daar, kijk, als je daar kijkt op de berg, dat is een heel parcours. Dus daarin gaan die auto's. Maar wacht, is dit parcours echt voor die autootjes gemaakt? Ja. Echt? Ja, dat is echt een sport. Allee, dat is bestaat. Dat is jullie hobby, maar dat is echt een hobby wat heel veel mensen doen. Er zijn ook evenementen rond en al. Evenementen? Ja, en dat wordt hier ook georganiseerd. Echt? Normaal is hier één keer per jaar is hier een evenement over heel dat parcours. Ja, en dan, het bos ook, ja, en dan zetten ze daar extra dingen bij. Dan maak je daar echt een evenement van. Ja, ik ben benieuwd, kom, red me eens. Ja, oh, jij mocht ook rijden zo? Ja, ze biedt. Ik ga eerst laten horen. Wat een stijl man, maar je hebt daar gewoon. Oei, je crasht. Als dat verkeerd zou, wordt mijn kop verkrapt. Dat is nog 400 euro weg. De Naranja had een bovenuit standaard is 550 euro. Gewoon zoals je een kop kunt zeggen. Zo mooi, ja. Zo prachtig dat was zo. Nou, dat is echt een Land Rover Defender om te zeggen, model. Ja, ik zie dat zie ik. Oh. Die hebben we nog niet. Nog niet. Dat wel blijft. Oké, ik ben echt benieuwd. Dat is echt super fijn. Er zijn nog mensen aan het rijden met die autootjes. Dat is de nieuwe hobby blijkbaar. Zijn er nog maar enkele maanden? Die meneer heeft erbij is ook. En dat is wel een dure hobby, maar elke hobby is duur als je die toch wilt doen. Dan is al gecrashed. Het nadeel is wel van deze sport. Het is echt een sport, hè. Het is eigenlijk eerder bergklimmen dan... Autosport met bergklimmen. Dat is speciaal. Ja, wat is dit? Het is echt een grote ja. Nieuw plet af. Wordt direct afgestraapt. Het lijkt op beeld misschien niet zo stijl, maar het is hier redelijk stijl. Welke niet? Oeh! Maar daar is
perfect, hè. Kijk hier. Zullen we het gezien? Dat is zot, hè, dat er zoveel mensen dat doen. Ja, hè. Die rode, zoals de mijnen ook. Alleen dan in Dijgen. En dan zie je dat we eigenlijk op gang gemak kunnen. Heerlijk. Hallo. Welke last? Ja, nee, dat is ja. Ja, ik volg je. Ja, ja. Nee, maar op evenementen en zo. Als je met autootje gaat rijden, mocht je dan met die meedoen of moet je een bepaalde formaat hebben om mee te doen of als je inschrijft? Het hangt er vanaf welke bent dat je meedoet, maar ze zijn normaal zijn allemaal schaal 1 op 10. Alle auto's, alle krabbers. 1 op 10 is al redelijk. Ja. En, maar je hebt dan evenementen die zijn heel specifiek, die willen dat je een metalen bumper zet zo echt mogelijk als de originele eigenlijk, zoals de echte auto's zijn. Dus als je een tournoi mee doet, moet je meer investeren eigenlijk. Ja. Ja. Echt, serieus. Dan, maar dat is ook echt de skill ternooi, om te zeggen. Dat is echt, dan krijg je al punten op hoe dat je een auto eruit ziet, om te zeggen. En dan moet je nog eens een parcours gaan rijden ook nog. Zotte eigenlijk, ja. Hè? Oké, en sfeer en gezelligheid ook op het punt. Ja. Dus, sfeer en gezelligheid. Van komen eten, komen rijden. Ja, komen rijden. Komen eten, komen rijden. Wil je antwoorden? Kunnen jullie weer een beloofd om een lange vinger te laten? Ja, leuk. Ja, het sociaal, vind ik persoonlijk. Als game. Ja. Nee, ik vind dat wel, ik vind dat sociaal. Ja. Uw online vrienden zijn ook echt vrienden, hè? En online, like ja, nu. Ja, maar ja, wij zitten al 5 jaar bij een groep. Wel van Nederland, maar wij zitten daar al 5 jaar bij. En ja, we zijn daar ook al mee gaan barbecuen. En we hebben daar een barbecue georganiseerd bij ons in de nog. Ik ben hier gewoon van die groep. Ja, leuk. Ik heb ook heel veel vrienden van de gamen eigenlijk. Zo. Die ik nu in het echt ook ken. Mm-hmm. Ja, ik ook. Want na een tijd spreek je toch zo eens een keer af. Want ik had zo bijvoorbeeld bij Call of Duty allemaal vrienden. En dan zijn we eens een keer gaan paintballen. En dat is echt super fijn. Ik heb busy, hè. Komen hier naar beneden gerold. Stijlenbrug. Ja, maar ja, als wij kijken, onze beste vrienden, zeg maar, die hebben we ook via Club de Kwarzen gekregen. Je hebt supporters daar, doen. En heel de fanclub meegebracht. Ik vind het toch wel bekend als 10 jaar nu. Ook in Vecht en alles. Mooi, hè? We gaan hier omhoog, hè? Nu Willy. Heb je gezien? Mooi, joh. Zo, kijk op die ster, joh. Ja, goed gezien. Kijk op, ja. Kijk. Kijk, hè? Ja. Allee, wacht. Nu zelf nog boven geraken. Dat kan dus
werkt. Ja, ik zou een andere takeldienst bellen, mensen. Ik dat twee of drie opnieuw. Dat moet lukken, hè. We beginnen opgeven, hè. Blijf gaan, hè. Dat moet lukken. Hey, takel die sterren werkt, hè? Hoppa! Een takje toch? Ik vind het een takje. Mooi. Dat is een uitlaat. Ja? Nee, ik zei net tegen hem: als een auto valt, is het toch duur dan? Allee, ja. En hij zegt: ja, we moeten daar tegenover zitten, want dat is een hobby, hè? Zo'n ander. Ja. Maar dat is zelfs met karting, hè? Je gaat karten en motor op of zo. Ja, maar dat niet, hè? Ja, merci. Ik ben met een dier naar dan. Focus, jongen. Ja, jongen, ja, wat. Als dat valt, dat is duur, hè. Iemand dat valt. Hé, jong, kijk. Focus! Hoppa! Ja, man. Hé, maat, dan een knieën. Hier, joh. Die netels. Echt gewoon, ineens voel ik zo'n prik, ik zei, als dat. Ik zit gewoon in de neer. Doe die prikken weg. Doe prikken weg. Doe de prikken weg. Het is een zapje vlak. Hai. Oh! Oei oei. Probeer maar. Naar boven, hè? Kom, ga hem maar omdraaien. In het slechtste geval valt het. Die dek kan uitrijden omdat ik zo moet rijden. Dan ga ik van boven en dan. Bijna. Ja, wel. Meer ervaring, hoppa. Hoppa, dat is het. Dat laatste stuk heb ik niet gedaan. Komt er nu wel beneden? Ja. No! Wow, yo! Hoppa! Kijk, hè. Ik moet het ook op mijn rollen! Maar het spiegel ook! Jeetje. We hebben hem afgekleeld. Ja, nu is hem, ja, boven heeft hij moeten presteren en nu is hem helemaal plat. Hè. Ja. Hier een pitstop. Pitstop, ja. Met de rijders van zijn. Staan bij, hè? Zoveel kruiswerk aan, niet? Ja. De bomen die je hebt, die kunnen je gewoon aan je voet zetten. Dat is een naspuit. Ja, dat niet, hè? Nee. Dat is laten drogen en afkoelen. Fancy. Oh. Zenith. Koen, ik ben aan het wachten. Ja, we zijn aan het wachten voor je papa, hè. Dat is lekker huis. Wat staat er allemaal op? Ze zou bij Formule 1 kunnen gaan werken. Heb je alles echt? Is erop gefixt. En je kunt er 2 uur verder, zo. Kijk, hè. Voilà, onze eerste dag met de autootjes. Wat was de sportnaam nu ook alweer? Krouwen. Onze eerste dag krouwen was echt fijn. Ik vond dat super fijn. En dat is ongelooflijk hoe sterk zo'n autootjes eigenlijk gewoon niet zijn. Deze is helemaal van helemaal boven naar beneden gevallen. Die werkt nog steeds. Alleen de linkse heeft een lamp kwijt. Maar voor de rest valt er allemaal reuze mee. Dus in ieder geval, wij gaan al terug huiswaarts gaan, we moeten nog een stukje rijden. Ik wil je gewoon bedanken, dikke merci dat ik er mocht bij zijn. Dat was super fijn, dankjewel daarvoor. Dan zien we elkaar nog Call of Duty, dat zeker ook nog, hè? Sowieso. Ja, sowieso. Oké. Top. Nee, oké. Okay. Gaan we huiswaarts, Lennart? Ja. Leuke dag gehad, ja. Ja, het was zeker plezant, inderdaad. Ja. En, echt van verschoten hoeveel mensen dat eigenlijk doen. Ja, dat is ook wel raar. En hoe? Echt zot. Hoeveel mensen zijn er naar Mos met een auto kunnen komen rijden? Dat is gek. Bij ons heb je dat niet, denk ik. Ja? Ja, je hebt dat overal. Ik ga dat eens in het oog houden bij mij in de bos. Ik ga dat eens in het oog houden. Echt waar. In ieder geval,
Dikke merci om te kijken naar deze vlog. Vonden jullie het leuk? Blauwe duimpjes omhoog. Laat weten in de reacties wat jullie ervan vonden. En ja, die autootje, ik zal misschien een link plaatsen waar je zo'n autootje kunt kopen. Het is 400-500 euro voor een autootje. Maar dat is echt wel heel leuk om iets te doen. Dus als jullie zeggen, ik wil zo eentje kopen, ik zal in de beschrijving een linkje zetten. En dan zeggen we zoals altijd, flex die biceps! En joejoe!